Goedendag. Op veel plaatsen is het vandaag bewolkt, ziet het er zo uit, maar er zijn plekken waar de zon geregeld tevoorschijn komt. Die grote verschillen worden veroorzaakt door onstabiele lucht. Daar hebben we mee te maken, want er ligt een lage drukgebied boven Engeland. En de lucht is tamelijk onstabiel, dat laat ook de weercomputer zien. Er ontstaan een paar flinke buien, met name in de oostelijke delen kunnen vandaag enorme plensbuien ontstaan. Maar geleidelijk aan zullen ze gaan verdwijnen en in de avond en nacht is het droog. En dan morgen kunnen opnieuw een paar buien ontstaan. De meest zware exemplaren verwacht ik vandaag verder landinwaarts. Er kan flink wat regen vallen, lokaal is ook onweer mogelijk. Maar de temperaturen die zijn vrij aangenaam. Het wordt maximaal 19 graden in het westen van het land. En daar verwacht ik ook de meeste zonneschijn. Verder landinwaarts bij regen 15 graden. En er staat vandaag niet al te veel wind. De buien zullen vanavond geleidelijk aan gaan verdwijnen. Bij zonsondergang is het een graad of 13 en er staat vanavond maar weinig wind. Morgen denk ik dat vooral de noordelijke delen van het land het best eraf komen met geregeld zonneschijn en daar blijft het dan droog. In het zuiden van het land verwacht ik de meeste buien en aan de temperatuur verandert morgen eigenlijk niet zoveel. Het wordt een graad of 16, wel staat er morgen wat meer wind. Dan hebben we donderdag, vrijdag en zaterdag opnieuw nog steeds die onstabiele lucht. Maar ik verwacht dat het op donderdag en vrijdag toch wel mee kan vallen met de buien op sommige plaatsen. De meeste buien zijn weggelegd voor opnieuw de zuidelijke helft. In het weekend dan weer op meerdere plaatsen nattigheid, vooral het landinwaarts. En de temperatuur gaat ietsjes omlaag, het wordt maximaal 17 graden. Dus voorlopig is het vrij onstabiel. Ik wens u een fijne dag.